Ik ga ertussen staan. Hier moet ik dan wel een beetje over nadenken. Lizzie van der Ligt. Wow. Vrouwen. Ik vind dit ook heel vet. En hij lijkt net echt. Ja, hij is real. You can touch him. Yo, tof dat je kijkt naar een nieuwe video van CokeTV Fast Lab. Mijn naam is Milan en vandaag heb ik een hele speciale gast. Namelijk Lizzie van der Ligt. Hallo. Hallo. Vertel eerst even wat je zelf allemaal doet. Nou, ik werk als stylist en ik heb sinds kort een eigen kledinglijn. En daarnaast ben ik heel erg actief op social media. Wij gaan Char verrassen. Char is 15 jaar oud, ze woont in Zaandam en is een enorme fashion addict. En ik denk dat zij wel wat styling tips van jou kan gebruiken. Ik hoop het. Ik neem je mee, gaat u maar. Ik ga jou heel eventjes laten wachten, want ik ga alleen naar even Zaandam om Char te verrassen. Even naar Zaandam. Tot zo. Ze woont hierachter, alleen wat ik vandaag heb bedacht is iets heel leuks. Ze moet een hele moeilijke opdracht doen. Ze moet namelijk binnen 10 minuten 10 fashion items die ik heb bedacht proberen te vinden. En als het haar lukt, dan mag ze natuurlijk mee. Let's go. Ik zeg wel pakketje. Oh, wat moet ik? Oké, ik begin best wel zenuwachtig. Oké, we doen het gewoon. Ze heeft wel een camera. Andere kant. Hallo, oh, ik heb een pakketje. Hoi, oh, ik ga ertussen staan. Jij bent Char. Hoi, ik ben Milan van CokeTV. Ik heb iets heel leuks vandaag voor jou, maar ik ga nog niet vertellen wat. Zou je met me mee willen voor een hele leuke dag? Oké. Ja? Zo. Ik heb bedacht dat je binnen 10 minuten 10 fashion items die ik heb opgeschreven moet zien te verzamelen. Oké, ja. En als je het niet redt, ben ik bang dat we naar iemand anders moeten. En de tijd gaat nu in. Ik ga mee. Oh. Oké, daar gaat ze. 10 minuten zijn ingegaan. Zo, we zijn er. Oh, leuke kamer. Tijgerprint item. Broek met gaten. Klopt op. Ja, die heb je al aan. Naald hakken. Kijk, naald hakken. Dit gaat zo makkelijk. Gala jurk. Flare jeans. Hoppakee. Spijkerjasje. Je tovert het overal vandaan. Ik wist niet dat het zo makkelijk was. Anders had ik gewoon 20 items erop gezet. Een stoere pet. Gewoon op de stapel. Simpel wit t-shirt. Ja, je moet er wat voor over hebben, hè, inderdaad. Kijk eens. We gaan naar Oe Boutique. En omdat je natuurlijk een enorme fashion addict bent, heb ik wat geregeld. Namelijk niemand minder dan Lizzie van der Ligt. Hi. Char, hoe zou je een beetje jouw eigen stijl omschrijven? Oversized, high-waisted broeken, edgy. Ja. Oké, ik denk dat het heel erg leuk is om allemaal verschillende dingen bij jou te proberen. En misschien dingen die je juist zelf niet zou kiezen. Om te kijken of je misschien toch ja, andere inzichten kan krijgen. Milan wordt de draad. Ja, komt ie maar. Vrouwen. Ik krijg ook wel een beetje een lamme arm ervan. Oh, die vind ik ook heel tof. Als ik er wat in te zeggen heb. Waarschijnlijk niet, oh, maar. Nou, Milan vindt dit ook heel tof. Oké, kom. Let's go. Oké, look nummer 1. Tada. Het moet nog een beetje afgesteld worden. Een leuk tasje. En natuurlijk de bril. Oh ja. Maar even. Wel moet ik zeggen dat ik vind dat Milan zich vrij makkelijk ervan afmaakte door de eerste twee dingen die hij zag te pakken. Ik heb nog deze tas gevonden. Die vind ik wel heel leuk hierbij staan. Dit is leuk. Zie je jezelf zo wel een beetje door Amsterdam shinen? Ja hoor. Top. Tada. Kijk eens even. Ik vind dit ook heel vet. Dit is echt zo'n gangster look. Ja. Waar zou je dit naartoe aantrekken? Oh, ik zou dit gewoon aan daily base dragen, ja. Toch? Dit is super cool. En ik zou het eventueel ook, 's avonds kan je het zelfs leuk met een hak dragen. We gaan dat outfitje voor haar kopen. En aan het eind van de dag gaan we die aan haar geven. Ja, dat is leuk. Dat is lief. Ja, toch? Ja. Oké, nou. We hebben dus een opdracht voor jou, want jij gaat nu Milan stylen. Tada! Ja. En ik dacht dus, om het jou nog wat moeilijker te maken, geven we jou 5 minuten de tijd om drie outfits voor hem te zoeken. Okay. Dus ik zou zeggen, de tijd gaat nu in. Ja, dus exact. Dat is leuk toch? Ja. Let ook op de juiste maat, hè? Oké, nog 4 minuten. Milan gaat in zijn onderbroek. Is het een korte? 3 minuten. Hoe gaat het? Nog 2 minuten. Oké, nog 1,5 minuut. Dit is een klein, denk je. Hij wil op zich er maar in. Ja. 1. Okay. Je hebt nu 3 hele leuke looks voor Milan bij elkaar gezocht. Ja. Dus denk ook echt aan de details, ja. Oh, misschien even voelen aan zijn buik ook. Hey. Ben je al klaar? Bijna, momentje.
Look nummer 1. Is dit een nieuw model? Hij gaat net niet dicht. Look nummer 2. Tada. Ah, kijk, die past. Ja. Hoppakee. 3. Oh, dit is heel iets anders. Wat vind je ervan? Dit vind ik nou wel zomer. Door jou hebben we nu 3 verschillende Milans gezien. Maar welke denk je dat het beste zou verkopen? Die tweede. Milan, dan gaan we in look nummer 2 jou in de etalage van de winkel zetten. Sell the shit. Het staat echt heel goed. Ik vind de kleurencombinatie ook heel mooi. En hij lijkt net echt. Hey, blijf even lekker staan. We gaan even een koffietje drinken. Komen we je later weer ophalen. Nou, ik sta hier de hele tijd als paspop, maar ik vind wel dat ik eigenlijk even een drankje heb verdiend. Dus jongens, proost. En nu weer stilstaan. Ja, yeah, he's real. You can touch him. What do you think of his look? Oh, he's real. Oh my god. He's definitely selling it. I really like the kind of fur around his neck. Zo, so, Lieve Shark, ik vond het een super geslaagde dag en ik vond dat je het super goed hebt gedaan. Milan staat hier nog even, want hij moet nog deze look weten te verkopen. Dus in de tijd sluit ik even af. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En wil je ook iets met Milan doen? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Nog één dingetje. Hij zit helemaal ingepakt, maar het is de outfit die jij net hebt aangedaan bij Oeboutique. Pak hem maar uit, zou ik zeggen. Oké. Moet ik vasthouden voor jullie? Ja. Oké. Hou maar open. Oh, dit is geweldig. Een heel tof outfit. Wat vind je ervan? Oh, ik vond deze echt super leuk. Ja? Ja? Yes. Goed om te horen, dankjewel. Ja, ik ga je een knuffel geven. Super, thanks voor je hele leuke dag. En Lizzie zei natuurlijk al, maar vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer. En trouwens Lizzie ook, super thanks voor vandaag. Doeg!